De Extra opent met het bericht dat volgens de Algemene Rekenkamer de politieopleiding Bachelor in Policing niet voldoet aan de voorwaarden. De Rekenkamer omschrijft het als illegaal en niet efficiënt. De opleiding is van YCUC-directeur Kauka Media. In 2016 besloot de toenmalige regering 5 miljoen gulden aan Camedia te betalen voor het geven van deze zogenaamde politieopleiding. In februari 2017 onder de regering PISAS werd echter een motie aangenomen om de opleiding stop te zetten. Nu komt de Algemene Rekenkamer met het vernietigende rapport. De interim-president van de Centrale Bank van Curaçao in Sint Maarten, José Jardim, heeft een brief geschreven waarin hij aangeeft zich zorgen te maken over het trage tempo van de hulp aan Sint Maarten. 2,5 jaar nadat orkaan Irma grote schade aan het eiland aanrichtte, is nog maar 7% van de toegezegde $550 miljoen uitbetaald. De bank vreest voor onherstelbare schade aan het concurrentievermogen van het eiland, nu de wederopbouw zo lang duurt. Het economisch herstel van Sint Maarten had volgens Jardim sneller kunnen gaan en meer gericht kunnen zijn op betere weerbaarheid voor toekomstige natuurrampen. Virusdeskundige Izzy Gerstenbloed zei gisteren tijdens een persconferentie dat er op Curaçao een grote schaarste is aan handsanitizers en mondkapjes. Het heeft allemaal te maken met de angst voor het coronavirus. Volgens Gerstenbloed is de ziekte nog niet op Curaçao gesignaleerd, maar hij raadde de bevolking wel aan de handen te blijven wassen en bij twijfel meer dan 2 meter afstand te houden van mensen. De rechtbank op Curaçao heeft gisteren geoordeeld dat de ouders hun baby die 5 jaar geleden overleed bij de geboorte alsnog officieel een naam mogen geven. In eerste instantie kreeg het kind de omschrijving levenloos. Na een lange juridische en emotionele strijd hebben de ouders nu het recht gekregen het kind alsnog officieel Imani Trinidad te noemen. In de krant foto's van opgestapelde autowrakken die worden weggevoerd. Het X-team van de politie gaat de komende tijd meer aandacht besteden aan het opruimen van oude auto's en van auto-onderdelen die langs de kant van de weg of bij mensen in de tuin staan. Gisteren werd begonnen bij Hoffie Pieters. Daar werden verschillende autowrakken weggehaald. Buurtbewoners hadden al vaker over geklaagd. Leden van het X-team van de politie hielden zich gisteren niet alleen bezig met het opruimen van autowrakken in de wijk Koraalkwartier. Ze kregen ook een melding van het diefstal van diabaas. Daar gingen ze ook op af en ze troffen een heftruck aan dat inderdaad bezig leek met het stelen van diabaas. Maar de bestuurder was nergens meer te vinden. De politie onderzoekt de zaak. Gisteren werd in de centrale commissievergadering van het parlement gesproken over een nieuwe wet op dierenbescherming. Dat is volgens Anna-Maria Pauletta van de PAR broodnodig. Volgens haar zijn er momenteel op Curaçao meer dan 8000 dieren die op straat leven en er komen er elke dag alleen maar meer bij.